Er was eens een jonge jongen die Pim heette. En Pim had zich nog nooit ergens zorgen om hoeven maken. Maar er kwam een dag dat het anders was. Zijn ouders vonden elkaar niet meer lief. En vanaf dat moment konden ze eindelijk gemeen doen tegen elkaar. Ja, kom dan toch, mijn jongen. We hebben niet de hele nacht de tijd. Pim was ten einde raad, dus nam hij de hulp van die vreemde man maar aan. Het boek is leeg. Maar toen hij een leeg boek voor zijn neus gedrukt kreeg, zonk de moed hem in de schoenen. Pim wilde opstaan en de winkel uithollen. Tot plots een bel rinkelde. Eduardo. Er is nog één kans, één. En dat is de boekwinkel van Eduard. Ik weet zeker dat mijn assistentje het beter helpen kan dan ik. Wat nou? Als er ook nog eens een prinses was die de winkel binnenkwam. Eduard, je moet me helpen. Ik kan helemaal niks. Ik kan helemaal niet alleen.